Onderhandelen. We doen het iedere dag, bewust of onbewust en privé of zakelijk. Om de bewuste en zakelijke onderhandelingen nog beter in te kunnen gaan, organiseert de Club Kaas op 13 november een workshop. Vanuit de community is er een vraag gekomen op het gebied van onderhandelen. Van, hey, kunnen jullie mij daarin ondersteunen? Dat hebben we niet van één persoon, maar van meerdere leden gehoord. En dat hebben wij te harte genomen om daar een workshop voor te organiseren in samenwerking met Prisma Adviesgroep. En dan gaan we zo direct met z'n allen aan de slag. Mouwen opstropen en onderhandelen, zowel theorie als praktijk, ondervinden. Dit zijn grofweg de vier onderhandelingsstijlen. En net zei ik natuurlijk eigenlijk een beetje flauw van, goh, wie is de vechter? Ja, soms ben je wel de vechter. En soms niet. Soms denk je van, joh, ik moet toch maar even wat meegaand zijn. Of ik moet wat vermijdend zijn. Of ik moet eigenlijk, we komen er niet uit, ik moet de koek vergroten. Wat je vaak ziet in de praktijk, is dat iemand wel een soort van neiging heeft naar een bepaalde stijl. Maar het is natuurlijk heel erg situationeel afhankelijk. U heeft vanavond een workshop gegeven. Wat is de boodschap die u graag wilde meegeven? Ik wil eigenlijk de bezoekende deelnemers wat bewuster laten zijn op het gebied van onderhandelen. He, zoals je gezien en gehoord hebt, doen we onderhandelen voortdurend de hele dag. En soms weten we het niet eens precies dat we ermee bezig zijn. Terwijl eigenlijk het volgt een bepaald proces. Het heeft bepaalde vaardigheden nodig. En het begint met een stukje bewustwording. Dus ik heb wat bewustwording geprobeerd mee te geven. En ook wat tips. En dat we dan ook een beetje gaan oefenen in een leuke sfeer. Nou, dat maakt het dan alleen maar wat interactief en gezellig. Wat vond u ervan vanavond? Nou, heel interessant. Heel interessant onderwerp. Tegenwoordig in deze crisis moet iedereen natuurlijk een beetje goed kunnen onderhandelen. Dus ja, was leuk ook om te horen wat andere mensen binnen de Club Kaas allemaal voor ervaringen hadden. Veel interactie tijdens deze bijeenkomst. Hoe vindt u dat? Ja, dat is leuk. Ik heb dat vaker meegemaakt met bijeenkomsten van Club Kaas. En dan proberen ze toch altijd, hè, niet saai, gewoon de stof opzommen. Maar toch ook leuke oefeningen tussendoor. En dan ga je vol enthousiasme in. En dan kom je soms jezelf wel eens tegen. En dat zijn leuke oefeningen. Gemeente Alkmaar is mede-initiatiefnemer van Club Kaas. Waar voor is dit? Ja, wij hechten als gemeente heel erg veel waarde, met name dit college ook, aan het stimuleren van ondernemerschap. En wij vinden het heel belangrijk op dit soort bijeenkomsten om mensen te stimuleren, om elkaar te netwerken, elkaar te inspireren. En we zien ook gewoon dat daar nieuwe ideeën ontstaan en innovatie. En Club Kaas draagt daar zeker aan bij aan het ontwikkelen van het ondernemerschap in Alkmaar. Ik zag veel interactie. Deed dus goed mee? Ja, vind ik wel. Je ziet vaak in zo'n workshop dat je eerst een stukje theorie moet behandelen, omdat het onderwerp in kaders moet worden geplaatst. Vervolgens, als de oefeningen komen, er zitten een paar leuke oefeningen bij die altijd voor hilariteit zorgen. En ik de zaal er wat meer bij betrek bij praktijksituaties. Ja, dan zie je dat iedereen wat met het onderwerp heeft en dan komt de interactie. Nou, ik wil niet zeggen dat die vanzelf komt, maar dat wordt wel heel makkelijk om op dit onderwerp interactie te krijgen.